heer van het duister weet dat ik hem dien, Bellatrix. Kom, zweer het dan. Leg de onbreekbare eed af. Zweer jij, Severus Snape, dat je Draco zult beschermen? Zweer je dat als Draco faalt, jij de opdracht van de heer van het duister zult uitvoeren? Ik zweer het. Hoi, Ginny. Harry, je bent gekozen. Je bent aanvoerder van het zwerkbalteam. Ik wist dat je het kon. Maar je hebt de hele zomer niet gevlogen, dus ik zou maar gaan oefenen. Vooruit, meneer de uitverkorene. Je mag mijn bezem wel lenen. Bedankt. Ik zou maar naar ze toe gaan. Vooruit! Ron en Hermeline moeten hier ergens zijn. Ik zie je wel weer. Schijt toch uit, Ron. Ik hoef ons alleen maar schoon te maken. Je had al klaar kunnen zijn als je... Wanneer ben je aangekomen? Ongeveer een half uur geleden. Heeft Ron het niet gezegd? Dat wilde ik, maar ik kreeg er geen woord tussen. Als je deze klusjes voor je moeder had gedaan, had ik niet met je hoeven praten. Ma wil dat we de ketels opruimen die Fred en George in de garage hebben achtergelaten. Ik help je wel even. Eww, die daar ruikt veel smeriger dan die andere. Zo ja, goed gedaan. Oh nee. Door ze te verplaatsen is alles door elkaar geklutst. Snel, smijt ze in de vijver. Je kunt ze niet daarin gooien. Dat is veiliger dan omspoelen. Wie weet wat Fred en George erin gebrouwen hebben. Precies, maar denk eens aan die arme vissen. Ik weet niet wat er gebeurt als je een vis liefdesdrank voert. Jij wel? Misschien worden ze wel verliefd op je. Hermeline, blub, blub.
Ik hou van je. Tuurlijk, Ronald. Wat ontzettend volwassen van je. Kom op, Harry. We moeten die ketels kwijtraken voor mam begint te piepen. Dat was geweldig. Ik wou dat dit na iedere toverdrankles mocht. Die spreuk ging best goed. Mooi. En dan nu de rest nog even. Briljant. Mam zou ze ons met de hand laten schrobben. Dan waren we met kerstmis nog bezig. Leer toch eens wat schoonmaakspreuken. Wie heeft er nou zin om schoon te maken? Dit was een stuk leuker. Waarom sluipt Draco rond? Ik weet het niet, maar dat leidt naar Odius een oorlog. Draco is een dooddoener. Het is een ontgroeningsceremonie. Waarom zou je weet wel een dooddoener maken van die idioot? Waarom zou Malphidus anders bij Odius een oorlog zijn? Dat ga ik uitzoeken. Als ik de onzichtbaarheidsmantel gebruik, merkt hij nooit dat ik hem afluister. Toch? Ga maar vast. Ik wil even iets checken. Petrificus Totalus! Weer aan het rondsluipen en afluisteren, Potter! Ik wist dat ik hier iemand omhoog zag klimmen. Nou, goede reis terug naar Londen, Potter! Oh, hallo Harry. Wat doe jij nou daar beneden? Daarna op de grond. Ik probeerde erachter te komen wat Malphidus van plan was. Hij is een dooddoener, ik weet het zeker. Ik had mijn onzichtbaarheidsmantel om, maar hij heeft me vast gezien toen ik op het bagagerek klom. Misschien zag hij je knaarkloppertjes. Mijn... wat? Knaarkloppertjes. Had hij een kakelbondbril op? Daarmee kun je knaarkloppertjes zien. Zo heb ik jou ook gevonden. Jouw hersens zitten er vol mee. Goed. We gaan naar het kasteel. We zitten al in de problemen omdat we te laat zijn. Oké, maar ik ben wel bang dat ik mijn nek breek in het donker. Misschien moeten we Lumos gebruiken. Wat is dat? Wat opwindend. Een mysterie. En we zijn nog maar net terug. We rapen het op. Het is een wapen. Dat is fijn. Ik vraag me af of er nog meer zijn. Kom, we gaan het uitzoeken. Ik heb er nog één. Oh, goed gedaan. Dat is drie. Dat is mooi. Je zou ze kunnen gaan verzamelen. Zoals jullie weten, proberen iedere dag duistere krachten dit kasteel binnen te dringen. Om die reden heb ik besloten dat de duelleerclub dit jaar weer terugkomt.
Goed. Wat is er met de hand van Perkamentus? Van Slakhoorn, die weer terug is als leraar toverdranken. De positie van leraar verweer tegen de zwarte kunsten wordt dit jaar vervuld door professor Snee. Nee, hoe kan Perkamentus dat doen na alles wat hij heeft geflikt? Ik zweer plechtig dat ik Snowden kwam. Snowden plannen uitgevoerd. Het goede nieuws is dat verweer tegen de zwarte kunsten vervloekt is. Dus aan het eind van dit jaar is Snape weg. En persoonlijk hoop ik eigenlijk op weer een sterfgeval. Ik dacht dat u bij toverdranken zou zijn, meneer Potter. Of wilt u soms geen schouwer meer worden? Ik moest toch een uitmuntend halen voor mijn slijmbal? Wel, toen professor Snape nog les gaf in toverdranken. Maar professor Slughorn neemt graag genoegen met studenten die een boven verwachting hebben gehaald voor hun slijmbal. Geweldig. Ik ga er meteen naartoe. Maar ik wil geen toverdranken doen. Ik ben heel slecht in toverdranken. Geen idee hoe we er komen nu de schouwers het halve kasteel hebben afgesloten. Ik zou het haast onthoofde Henk vragen. Die kan nog steeds overal komen, dus hij kent de sluipweg. Harry? Zo de knetter. Hoe gaat het in dit nieuwe schooljaar? Jullie staan vast weer te trappelen om de zwerkbalcup te winnen. Ja, maar nu moeten we naar toverdranken. Weet jij hoe we om de beveiliging heen kunnen? Maar natuurlijk. Volg mij maar. Ik help jullie met plezier. Snape geeft tenminste geen toverdranken dit jaar. Hoe zou Slughorn zijn? Oh, kijk. Nog meer van die wapens. We zijn er, Harry. Bedankt, Henk. Hey, Gryffindor, ze moeten één verand vormen. Roep me als je vastzit en ik zal je proberen te helpen met routes, adviezen en informatie. Van alle geesten zit Gryffindor opgescheept met Henk. Die zijn hoofd niet eens fatsoenlijk kan laten afhakken. Nou en, we zijn er toch? Harry, mijn jongen. Ik maakte me al zorgen. Sorry dat we te laat zijn. En ik ben bang dat Ron en ik geen boeken hebben. Geen zorgen. Pak daar maar wat je nodig hebt. Een simpel toverdrankje om het jaar mee te beginnen, lijkt me. Open jullie boeken, dan beginnen we snel aan de vernuftscherpende toverdrank. Hermeline, vernuftscherpende toverdrank? Die maakten we in de vierde. Doe mij maar na. Gordeldierengal. Mooi. Een beetje van dit erbij. Een beetje van dit erbij. Super. Er zijn dagen dat ik dit goed zou kunnen gebruiken.
Niet slecht, juffrouw Griffel. Harry, goed gedaan, mijn jongen. Zo, nu we lekker op gang zijn, beginnen we met de drank om zweren te genezen. Wat is dit ook alweer? Oh, Harry, dat is een eerstejaarsdrank. Ben je dan alles alweer vergeten? Het warm van dit drankje, vooral door te maken. Kijk uit dat de boel niet te heet wordt. Een gat in je ketel is duur en pijnlijk. Bijgeschreven. Rood is voor beginners. Verhitten tot de drank roze wordt. Dat zijn aantekeningen van een leerling. Het was niet de officiële manier, anders stond het wel in het boek. Ja, maar ik ga die aantekeningen toch gebruiken. Slecht. Jongen, Harry, roze? Ja, ik heb vast, Nee, rood is natuurlijk de basisdrank. Maar roze, uitstekend! Jij hebt een groot talent voor toverdranken. Volgens mij ben je wel toe aan iets moeilijkers, denk je niet? We proberen de drank van de levende dood. Ik zei toch dat die roze moest worden. Professor, u heeft nog niet verteld wat er in dat gouden flesje zit. Ah, wat je hier ziet is Felix Fortunatus. Beter bekend als vloeibaar geluk. Eén slokje en alles wat je probeert, lukt ook. De leerling die vandaag een acceptabele drank van de levende dood weet te brouwen, krijgt van mij een flesje vloeibaar geluk. Dus pak je ingrediënten en houd de tijd in de gaten. Succes! Ik kan je de aantekeningen toefluisteren. Nee, bedankt. Mijn eigen boek is goed genoeg. Wat je wilt. Zo, de jubo. Uitstekend, Harry. Je hebt het talent van je moeder geërfd. Zij was ook al zo'n ster in toverdranken. Maar dit... Hier, zoals beloofd, een flesje vloeibaar geluk. Gebruik het goed.
Kanon, Harry. Heb je Hermeline nagedaan en de hele zomer zitten studeren? Nee, het komt door dat studieboek. Dat staat vol aantekeningen. Die heb ik gewoon opgevolgd. Huh? Jij hebt geen geluksdrank nodig. Ik bedoel, ik had dat boek ook kunnen pakken. Maar dat van mij zit natuurlijk weer helemaal vol kotsvlekken. Harry Potter? Luister, hij zegt niks over de profetie, ook niks over de ochtendprofeet en hij geeft zeker geen handtekeningen. Opzouten dus, opdondertje. Nee, je bent uitgenodigd voor de Gryffindor duelleerclub in de grote zaal. Oh, oké, bedankt, sorry. Het is goed. Oh, professor Anderling zei dat er achter dat portret een sluipweg naar de grote zaal is. Het wachtwoord is lezen maakt vrij. Duelleerclub? Daar ben jij vast de kei in. Net als alle SVP-leden. Laten we gaan kijken wie er allemaal meedoen. Lezen maakt vrij. Dat is het wachtwoord. Je mag verder. Slot. Ach zo, de deur zit op slot. Een ogenblikje. We hadden ook kunnen kloppen. Je kreeg de deur zeker niet open. Ah, dankjewel. Wat aardig van je. Bedankt, Henk. Graag gedaan. Geef maar een gil als ik iets kan doen. Wat dan ook. Maakt niet uit wat. Zo te zien is Douwe Matblad de aanvoerder. We vragen hem wat we moeten doen. Ze hebben gevraagd of we bij de duelleerclub wilden. Ja, we hebben je nodig, Harry. Perkamentus heeft de duelleerclub weer opgericht. En we willen niet verliezen van Zwadderich. Wat moet ik doen? Kun je een duelleerdemonstratie geven, zodat de rest ervan kan leren? Dat is vast een makkie voor je. Je vecht niet tegen, je weet wel, maar gewoon tegen iemand van Gryffindor. Oké. Zullen we bij het begin beginnen? Gebruik Paralytis tegen Ron. Klaar? Als ik tot 3 heb geteld, demonstreer je de spreuk Paralytis. 1, 2, 3, nu! Paralytis! Fantastisch! Wauw! Het is een eer om je te zien toveren, Harry. Je bent geweldig! Oké, nu even goed opletten, eerstejaars. Harry laat ons de meest eenvoudige verdediging zien. Ontwijken. Ron, jij gebruikt de spreuken. Harry, jij ontwijkt ze. Paralytis! Netjes, Harry. Je kunt niet alleen ontwijken, maar ook... Hé, jij daar. Ja, jij. Opletten, luister goed. We gaan nu verder met Expelliarmus. Deze spreuk is heel handig als je snel het duel wil winnen. Harry, kun je hem even voordoen voor ons? Expelliarmus. Klaar voor een echt duel? Oké, Ron, nu mag je terugvechten. Er zijn 3 ronden, mogen de beste duellist winnen. Kom op, Harry. We laten ze zien hoe je moet duelleren. Dames en heren van Gryffindor, vandaag duelleren deze heren voor u... in de hoop te worden toegelaten tot de duelleerclub van Gryffindor. Aan de linkerkant, Ronald Wemel. Kom op, Ron. Aan de rechterkant, de jongen die bleef leven... Die vocht met hij die niet genoemd mag worden, is hij de uitverkorene, de jongen, de legende, Harry Potter!
Harry! 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 We hebben een winnaar! Harry Potter! Goed zo, Harry. Het is een eer om je toe te laten tot de duelleerclub van Gryffindor. Je kunt altijd met ons komen oefenen. Op het prikbord kun je je inschrijven voor duels. Hallo Harry. Perkamentus vroeg of ik je dit wilde geven. Hoe komen jullie zo verkreukeld? We hebben geduelleerd. Nou, je had je toch wel een beetje kunnen opknappen. Dat is in 2 seconden gebeurd. Perkamentus zegt dat hij gek is op zoutzuurtjes? Huh? Dat is het wachtwoord. Perkamentus gaat me dit jaar privéles geven. Hij wil je waarschijnlijk wat gevorderde verdedigingsspreuken leren vanwege de profetie. Kom op Ron, ik help je wel met je huiswerk voor verweer tegen de zwarte kunsten. Ja... Natuurlijk. Zoutzuurtjes. Goedenavond, Harry. Je hebt mijn boodschap gekregen, zie ik. Wat je hier ziet, zijn herinneringen. In dit geval hebben ze betrekking op 1 persoon. Voldemort. Dit bevat de herinnering aan mijn eerste ontmoeting met hem. Je kent mijn hersenpan al, geloof ik. Deze keer gaan we samen de hersenpan in. En nog ongebruikelijker, met toestemming. We zullen Martin Villijn zien zoals hij was voordat de heer Voldemort werd. Ik bezocht hem om hem uit te nodigen voor Zwijnstein. Hoe maak je het, Martin? Jij kunt bepaalde dingen, hè, Martin? Dingen die andere kinderen niet kunnen. Je kunt toveren. Zit er iets in die doos wat niet van jou is? Pikt hij spullen van andere kinderen? Nog erger. We kunnen veel over heer Voldemort leren uit zijn verleden. Een verleden op Zwijnstein, waar hij een goede band kreeg met een leraar. Slughorn? Ja, Harry. Professor Slughorn is graag in het gezelschap van beroemde, succesvolle en machtige figuren. Hij verzamelt ze. En u wilt dat ik me laat verzamelen? Precies, Harry. Wie weet wat een vriendschap met professor Slughorn oplevert. Goed, dit was het voor vanavond. Binnenkort vertel ik je meer. Ik zie het plechtig dat ik snel de plan heb. Snow de plannen uitgevoerd. Hey, losers! Jullie van het loser-team van Gryffindor? Losers! Goh, dat is origineel. Heb jij dat bedacht of was het Malfidus? Eens kijken of je nog lacht als jullie try-outs de mist ingaan, stelletje losers. Ik ving het gerucht op dat Zwadderich van plan is om onze try-outs te saboteren. Laten we maar naar het zwerkbalveld gaan, voor ze wel proberen. De schouwers hebben het terrein weer opengesteld. Laten we via de klokkentoren gaan. Dat is de snelste weg om er te komen. Kom op dan. Heb je al besloten hoe je de try-outs gaat organiseren? Je moet geen mensen kiezen alleen omdat ze al eerder in het team zaten. Dat is dé manier om je team te verzieken. Ik hoop dat die zwadderaars niets in hun schild voeren. Deze try-outs moeten goed gaan. Hebben de schouwers hem nu alweer afgesloten? Oh jee, hoe kom je nu bij de try-out van Gryffindor? Heb jij hem gesloten? Ja, later, losers. Hoe komen we nu bij zwerkbal? Ik denk dat je die handen moet maken. Met Reparo moet het lukken. Reparo! Mooi, dat zal ik vast aan de rest leren. Wingardium Leviosa. Joehoe!
goed dat je het valhek open hebt gekregen. Als je mijn sluipweg wilt gebruiken, kom je maar langs. Heeft u een sluipweg naar het zwerkbalveld? Niet helemaal. Alleen tot de grote trap. Misschien heb je er later nog iets aan. Fijn, bedankt. Als je mijn sluipweg nog een keer wilt gebruiken, zeg je gewoon charmante ballego. Kom op, we gaan naar de zwerkbal try-outs. Hoe ben je door dat valhek gekomen, Potter? Je bent een beetje dom geweest. Eens kijken hoe hard jullie naar je domme try-outs rennen als ik paralytisch gebruik. Expelliarmus. Wie is er nu een loser, Kwast? We gaan naar het veld. Kijken of ze niemand anders hebben aangevallen. Lumos. Klaar om proef te vliegen als wachter, Wemel? Zeg, kun jij me niet eens voorstellen aan je vriendin Griffel? Die wil ik best eens van dichtbij leren kennen, als je begrijpt wat ik bedoel. Kom op, Harry. We kunnen maar beter beginnen. Oké, fijn dat jullie er zijn. Vanochtend laat ik iedereen wat opdrachten doen, zodat ik het zwerkbalteam van Gryffindor kan samenstellen. Maar vergis je niet, dat je vorig jaar bij het team zat, is geen garantie voor een plaats dit jaar. Oh ja? En geldt dat ook voor jou? Doe niet zo stom. Hij is de aanvoerder. Dat maakt hem nog geen goede zoeker. Misschien is hij wel gewond na al die gevechten met dooddoeners vorig jaar. Misschien heeft hij het gewoon niet meer. Kom, laat jij maar eens zien hoe het moet, Harry. Als jij het goede voorbeeld geeft, dan laat ik Stover zijn bezem opeten. Laten we onze acties oefenen!
Oké, dit is voor ieder drie. Het komt aan op dit laatste schot. Met die misser blijft Stoker op 3 steken. Oké, Ron, jij bent. Zorg dat je hem hebt. Zijn zus deed niet echt haar best bij dat laatste schot. Dat was te gek, Ron. Je was geweldig, Ron. De eerste wedstrijd is tegen Zwadderig. Bereid je voor! Wanneer is de eerste training, Harry? Kijk maar op het prikbord. Daar staan de trainingstijden op. Zag je Stoker? Die laatste poging was zo slecht. Je zou bijna denken aan Confundus. Nou ja, hij... Hey, Hermeline. Heb jij ooit van de spreuk Sectum Sempra gehoord? Nee. Die komt toch niet uit dat toverdrankenboek, hè? Jawel. En er stond wat op de achterkant. Er staat dat het boek eigendom is van de halfbloedprins. Nooit van gehoord. Je moet dat boek inleveren. Doe niet zo raar. Het is waanzinnig. Wat denk je dat Dana naar ziet in Ginny? Weet ik veel. Ze heeft een mooie huid. Een mooie huid? Hermeline heeft een mooie huid. Hey, Harry! Ik moet even... Ja, ik ook. Wil je wat snoep voor me meenemen van Saccharinus? Ik moet nog 2 opstellen schrijven en ik moet nog slingsap maken als huiswerk. Dus ik kan niet mee. Ik maak dat slingsap wel voor je. Dan kun je mee naar Zwijnsveld. Sinds wanneer weet jij zoveel van toverdranken? Ah, dat lukt wel. Een paar van Slakhorns leerlingen hebben een toverdrankclub in de kas van kruidenkunde. Daar kan ik hem maken. Oké, bedankt. Dan zie ik je straks weer hier. Ik zweer plechtig dat ik Snow de plan heb. Snow de plannen uitgevoerd. Is dit de toverdrankclub? Ja, komen jullie meedoen? Jij was toch zo goed in toverdranken dit jaar? Bedankt, maar ik wil alleen wat slinksap maken. Ik moet terug om iemand te ontmoeten. Sorry, maar als je onze spullen wilt gebruiken, moet je wel eerst lid worden van de toverdrankclub. Je hoeft alleen maar een toelatingsuitdaging te kiezen op het prikbord daar. Oké, bedankt. Als je het record voor Lubelis drankbrouwer kunt verbeteren, mag je lid worden van de toverdrankclub. Volubilis drank is een van mijn favorieten. Er zijn mensen die gebruiken hem als grap omdat je stem daardoor verandert. Nou, ik vind dat verspilling van een goede toverdrank. Zo goed heeft nog nooit iemand Volubilis drank gebrouwen. Je mag zeker lid worden van de toverdrankclub. Nou, bedankt. K-
Kan ik dan nu mijn slingsap gaan maken? Ik heb nogal haast. Gaas vliegen nat. Iets voor Korzel. Hoe je die andere uitdagingen doet. Kom nog eens terug. Goed, zal ik zeker doen. Maar nu heb ik met Ginny Wemel afgesproken bij het zwerkbalveld. Oh, is goed joh. Je kunt altijd terugkomen. Potter! Nee, niet, Korzel. Ik heb met iemand afgesproken. Het ziet er naar uit dat je te laat komt. Paralytis! Weet jij ook hoe het voelt om getreiterd te worden? Dat was geweldig, Harry. Korzel en Kwast zijn altijd aan het pesten. Zeg, zou je ons misschien willen helpen? Ik ben de aanvoerder van Hufflepuff's duelleerclub en een aantal mensen op onze afdeling kunnen wel wat hulp gebruiken met hun verdedigingsspreuken. Nou, oké. Maar we houden het kort. Luister allemaal. Harry gaat ons Protego leren. Onze jeugdkampioen was zo dapper om zich als vrijwilliger op te geven. Oké, Harry. Ga je gang. Protego! Paralytis! Kun je ons ook leren hoe je spreuken oplaadt? Laat eens zien hoe het moet, Harry. Paralytis! Bedankt, Harry. Als je het nog eens wilt proberen, schrijf je dan in op het prikbord daar. Hey, Ginny. Ik heb slingsap voor je gemaakt. Oh, bedankt, Harry. Dat is fantastisch. Je wil niet weten wat ik allemaal moest doen om hier te komen. Maar ik ben er nu. Zullen we naar Zwijnsveld gaan? Oh, sorry, Harry. Ik heb met Daan afgesproken. Hij bleef maar jammer omdat ik niet mee kon. En nu kan ik wel. Ja, natuurlijk, Daan. Ga dan maar met hem mee. Ik ga wel met Hermelien. Oké, later, Harry. Ja, tot straks. Wat was dat voor toverdrank die je aan Ginny gaf?
Je bent toch niet weer dingen uit dat toverdrankenboek aan het maken, hè? Je weet niet eens wie de halfbloedprins is. Kom, we gaan naar Zwijnsveld. Ik denk gewoon dat die prins een beetje een foute figuur was. Is dat niet Katja Bel? Jij hebt er niks mee te maken! Katja! Katja! Dat is die ketting. Die is vast vervloekt. Malfides wist van die ketting. Hij lag in een vitrine bij Odius en Orlof. Maar Katja kreeg de ketting in het damestoilet. Hoe kan Draco hem daar hebben neergelegd? Veel succes vandaag, Ron. Je doet het vast geweldig. Ik stop ermee na deze wedstrijd. Stoker mag mijn plek hebben. Goed. Sapje? Je ziet er vreselijk uit, Ron. Heb je daarom iets in zijn sap gedaan? Geen idee waar je het over hebt. Kom op, Harry. We moeten een wedstrijd winnen. Daar kunnen ze je voor schorsen. Hey, Henk. Je team wacht op je bij het zwerkbalveld. En Harry, val je dit jaar niet van je bezem. Een team heeft een aanvoerder nodig. Charmante Balagon. Oh, ik wou dat heer Balagon met me kwam kletsen. Kijk, kijk, daar heb je Pottertje en Wezelkoning. Jullie kunnen het vandaag schudden. Zwarderaars zijn de beste. Laat dit maar aan mij over. Ik loop over van zelfvertrouwen. En nu jij nog, Potter. Eens kijken wat je nog van zwerkbal bakt als ik paralytisch gebruik. Sorry, Harry. Lumos. Ze doen niks dan afluisteren, loeren, samenspannen. Die zwerkbalspelers, zo luidruchtig, zo wild. Oh, sorry. Ik vraag mijn team wel om zachtjes te doen als ze langs je lopen. Je bent één van hen. Een aanvoerder nog wel. Waarom gebruik je mijn sluipweg niet? Dat doen alle aanvoerders. Mijn wachtwoord is gekookte kevers. Bedankt. Zwadderig inmaken. Waar heeft hij last van? Hij heeft vandaag gewoon een geluksdag. Goed, tijd voor onze warming-up. Ik heb een paar oefeningen waarmee we ze aankunnen. Pak je bezems en vliegen maar. Je kunt vliegen alsof het echt het
moeten doen, Harry. Felix Fortunatus is verboden in de competitie. Had ik dan Confundus tegen Stoker moeten gebruiken tijdens de try-outs? Maakt niet uit. Ik vertel het niet verder. Oh, en Ron dacht alleen maar dat ik het hem had gegeven. Hij kan zijn eigen geluk afdwingen. Nou, ik hoef hem blijkbaar niet meer mee te nemen naar Slughorn's kerstborrel. En jij kunt ook maar beter bedenken met wie je wilt gaan. Hoe voelt dat nou, als je Daan ziet met Ginny? Ik heb het wel door, Harry. Ik zie hoe je naar haar kijkt. Hermeline, ik weet zeker dat Ron... Oh, maak je geen zorgen over Ron. Die kan zijn eigen geluk afdwingen. Helpen dat Hermeline over de rooien gaat. Want Linny en ik hebben dat dus gewoon pure chemie. Daar kun je niks aan doen. Ik neem aan dat jij naar het feestje van Slughorn gaat? Ja. Oh, ik moet gaan. Ik heb met Luna afgesproken bij het boothuis. Luna? Je kunt iedere meid in het kasteel krijgen en dan neem je Luna leeflang mee? Ja. Roddypony! Veel plezier. Ik weet niet of ik naar kerstmis nog terug mag komen voor mama. De dooddoeners kunnen hier niets doen. Niet met perkamenten zijn. Hoi, Luna. Wat een mooie jurk. Denk je dat ik er mijn radijsjesoorbellen bij moet dragen? Ik weet niet zeker of ze er wel bij staan. Nee. Je ziet er heel leuk uit. Oh, ik ben blij dat je er bent. Professor Slughorn vroeg of ik dit vuurwerk wilde afsteken, om zijn feestje aan te kondigen. Maar ik weet niet goed wat ik ermee moet. We moeten gewoon Incendio gebruiken op de lontjes. Incendio! Mooi! En nu de rest nog. Daar is de kast! Hier is er nog een. We steken hem aan. Het is jammer dat vuurwerk niet eeuwig meegaat. Het is net als met alles wat je leuk vindt. Het ligt even op en dan is het heel mooi. Maar daarna is het afgelopen. Net als het feest vanavond. Je zweer plechtig dat ik snode plan heb. Snode plannen uitgevoerd. De schouwers hebben dit deel van het kasteel geopend. Kom op, we gaan naar het feest van Slughorn. Ben je iets vergeten?
wacht hier wel. Gaan we daarna naar het feest. Harry, mijn jongen. Fijn dat je er bent. Er zijn zoveel mensen aan wie ik je wil voorstellen. Professor Slughorn, er is hier helemaal niemand. Natuurlijk niet. En dat is maar goed ook. We zijn nog niet klaar. We zijn nog lang niet klaar. Daarom kan ik nog wel wat hulp gebruiken. Ik weet zeker dat jij en je vrouw... Leeflang. Alles snel op orde zullen hebben. Ik wilde eigenlijk bowl maken voor mijn gasten, maar ik heb er de tijd niet voor gehad. Kunnen jullie misschien iets voor me mixen? Fantastisch. Nectar van de goden. De smaak van zonlicht en geluk. Ik wist wel dat jij hier de juiste man voor was, mijn jongen. Daar zijn onze gasten. Blijf staan, Potter. Ik kom alleen een boodschap overbrengen. Ik moet je de groeten doen van professor Perkamentus. Hij is op reis en komt niet terug voor de lessen weer beginnen. Op reis? Waarheen? Hou je poten thuis, vuile smul. Rustig, meneer Vilder. Wat is er aan de hand? Oké, ik ben niet uitgenodigd. Nou goed. Ik neem hem wel mee naar buiten. U moet me niet commanderen. Ik probeer jou te helpen.
het gewoon met de eer gaan strijken. Praat niet zo hard. Misschien heb ik Katja Bel vervloekt. Misschien ook niet. Wat kan nu dat schelen? Ik heb gezworen dat ik je zou beschermen. Ik heb de onbreekbare eed afgelegd. Ik heb geen bescherming nodig. Ik ben gekozen. Dit is mijn moment. Zo, de knetter. Denk je dat Snape maar deed alsof? Nee, hij zei dat hij een onbreekbare belofte had afgelegd. De onbreekbare eed? Ja, wat gebeurt er als je een onbreekbare eed breekt? Je gaat dood. Is iedereen al naar bed? Ik slaap de laatste tijd nauwelijks. Dan ga ik mijn haar maar wassen. Stom, hè? Vrolijk kerstfeest, Harry. Je hebt mazzel dat je nog leeft, man. En dank je voor, nou ja, Ginny. Als jij er niet was geweest, had ik nu een weerwolf als zus. Ja, dat is niks. Pa heeft Odius een oorlog nagetrokken. Hij zei dat Malfurius op zoek was naar een verdwijnkast. Een verdwijnkast? Wat moet hij nou met zo'n ding? Weet ik veel. Pa zei dat hij nog steeds in de winkel stond. Hij voert iets in zijn schild. Ik weet alleen niet wat. Hoi Harry. Ron. Harry, ik geloof dat professor Slakhorn weer een feestje geeft voor speciaal genodigden. Slakkers bijeenkomst? Misschien kan Slakhorn jou en Stoker beter gelijk tot koning en koningin Slak uitroepen. Later, Harry. Hermeline, heb jij Malfi dus iets verdachts zien uitvoeren? Alsjeblieft, Harry. Maak je toch niet zo druk om Draco? Ron zei dat zijn vader erachter was gekomen dat Malfi dus naar een verdwijnkast keek bij Odius en Orlof. Maar je kunt een verdwijnkast toch niet het kasteel binnensmokkelen? De schouwers fouilleren iedereen die binnenkomt. Ze controleren zelfs de uilenpost. Leg dan eens uit hoe hij van de sluipwegwijzer verdwijnt. Hier, kijk maar. Ik zweer plechtig dat ik snode plannen heb. Snode plannen uitgevoerd. Daar is hij, in de gang van de zevende verdieping. Dan is hij dus niet verdwenen. Maar soms verdwijnt hij wel helemaal.
Ik wil weten wat hij van plan is. Ik ga naar de 7e verdieping. Wat hoor ik daar? Dat klinkt als een primeur. Nieuws wordt snel oud. Ga maar door mijn sluip weg. Zeg maar gewoon, mooie kop. Denk je echt dat je iets zult vinden, Harry? Ja, ik ga bewijzen dat hij iets in zijn schild voert. Mooie kop. Dooddoeners naar Azkaban gestuurd. Dat is nog eens een mooie kop. Hey, Ron, heb je Malfides gezien? Wanneer? Nu net. Hij hangt altijd maar rond in deze gang. En ik heb dit gevonden. Het lijkt op een recept voor een toverdrank. Dat is waarschijnlijk huiswerk. En sinds wanneer maakt Malfides zich druk om zijn huiswerk? Je weet niet eens of het wel van hem is. Ik vraag Hermelien wel wat voor toverdrank dit is. Dan komen we er vast achter wat Malfides van plan is. Je hebt mazzel. Ze zit nu te blokken bij toverdranken. Pas op, ze heeft nog steeds een pesthumeur. Dus je gaat niet met me mee? Ik neem het liever op tegen die trol uit ons eerste jaar. Tot straks. Hallo Hermelien, ken je deze toverdrank? Wat gek dat jij het niet kent. Je bent toch de beste in toverdranken? Je ziet toch zo wat dit is. Oh ja, wat is het dan? Waarom vraag je dat aan mij? Vraag het maar aan de halfbloedprins. Oké, doe ik dat. Ik maak gewoon de toverdrank en dan merk ik het wel. We snippen de boomslang uit. Droog de boomslang uit tot hij droog is en versnipperen maar. Alweer terug, Harry. En wat een prachtige wisseldrank ben je aan het brouwen. Ik hoop alleen niet dat je hem gaat gebruiken. Dat is ten strengste verboden. Is het echt wisseldrank, professor? Natuurlijk. Die grijzige, slijmerige substantie. Dat kan niet missen. Maar jij zou dat toch moeten weten? Je hebt hem gemaakt. Ik deed maar wat. Bedankt, professor. Wisseldrank. Dat gebruik je als je eruit wilt zien als iemand anders. Ik vraag me af wat Malfides ermee wil.
Voldemort zou Malfi dus toch in opdracht toevertrouwen? Je hebt nog geen greintje bewijs, hè? Nee, nog niet. Maar dat komt wel. Perkamentus wil dat je naar zijn kantoor komt voor een les. Harry, je kunt maar beter niet zeggen tegen Perkamentus over Malfidus. Hij voert iets in zijn schild. Hij sluipt overal rond en heeft zelfs Korsel en Kwast geloosd. Ja, ik geef toe dat dat niet zijn stijl is, maar je hebt geen enkel bewijs dat hij ergens mee bezig is. Als hij niets van plan is, waarom sluipt hij dan over de zevende verdieping en... De zevende verdieping? Natuurlijk, hij gebruikt de kamer van hoge nood. Daarom verdwijnt hij steeds van de sluipwegwijzer. Maar als hij die kamer gebruikt, dan kun je niet zien wat hij daar uitvoert. Daarom gebruikten wij hem ook voor de SVP. Ga dan maar gewoon naar de les van Perkamentus. Hij wacht op je in zijn kantoor. Gekookte kevers. Ze zeggen dat ik paranoïde ben, maar ik weet dat ze echt zijn. Goedemorgen, Harry. Professor Perkamentus? Ik ook. Is er iets mis? Zeg het maar. Wat is er met je? Een zwadderaar heeft mijn fluimsteen gepikt. Het is een kletsende knaller van mijn moeder gekregen. Wie heeft het gedaan? Hij. Wacht hier. Ik haal je fluimsteen terug. Hey, heb jij een kletsende knaller van dat meisje afgepakt? Wat gaat jou dat aan? Geef hem terug. En anders? Ga je me dan beheksen? Ik weet zeker dat professor Snape het leuk vindt om te horen dat je zwadderaars behekst. Misschien mag je zelfs nablijven. Paralytis! Expecto! Paralytis! Zo, kom nu maar op met die kletsende knaller. Ik hoop dat hij over je heen spuugt. En denk volgende keer even na, ja, voordat je iemand pest. Alsjeblieft. Bedankt, Harry. Je bent geweldig. Zoutzuurtjes. Goedenavond, Harry. Professor, even over Malfidus en... Snape. Professor Snape. Zoals ik al zei, Harry, ik vertrouw Severus. Mijn antwoord is nog hetzelfde. Kom, we gaan aan de slag. Ik heb op Zwijnsteen niet veel herinneringen aan Martin Villijn kunnen vinden. Maar deze kwam ik wel tegen. Allemachtig, waar blijft de tijd? Wegwezen, jongens. Vandetta, Arduin, denk aan jullie opstellen. Een beetje opschieten, Martin. Nee, Martin, ik weet niets over gruzielementen. En zo ja, zou ik het nog niet zeggen. En nu opgehoepeld. Ik begrijp het niet. Wat gebeurde er? Professor Slughorn heeft me deze herinnering geknoeid, Harry. Ik vroeg je om professor Slughorn te leren kennen. Nu wil ik dat je hem overhaalt je deze herinnering te geven. Op welke manier dan ook. Die herinnering is van cruciaal belang. Maar kom, je hebt nu zwerkbouwtraining. De schouwers hebben een groter deel van het kasteel geopend, dus je kunt makkelijker de weg vinden. Tot ziens, Harry. Ik zweer plechtig dat ik Snow de plannen heb.
Snow de plannen uitgevoerd. Hallo, Harry. Professor Anderling is naar je op zoek. Weet je wat ze wil? Nee, maar ze wacht op je bij gedaanteveranderingen. Het klonk belangrijk. Bent u? Ik wilde u even spreken na de ongelukkige gebeurtenissen in het nest met Kerst. Waarom moeten ze u altijd hebben, als er iets gebeurt? Geloof me, professor, dat vraag ik mezelf al jaren af. Ik hoorde dat u bij de duelleerclub bent, meneer Potter. Ik denk dat u dat voorbeeld zou moeten volgen, en de Wemels ook. Jullie moeten goed voorbereid zijn, en dan bedoel ik niet alleen uw vrienden in Gryffindor. Daar is degene op wie we nog wachten. Hoi, Harry. Alanis is de aanvoerder van de duelleerclub van Ravenclaw. Komt u met mij mee, juffrouw Griffel? Dan maken we u lid van de duelleerclub van Gryffindor. Zou je Leven Corpus met ons willen oefenen? Die spreuk heb ik altijd al willen leren. Oké. Okay. Leven Corpus! Dat je dat ons hebt geleerd. Maar pas op, misschien dat sommige ravenklauwers hem tegen je gebruiken tijdens een duel. Laten we een echt duel doen nu je er toch bent. De jeugdkampioen van Ravenclaw tegen Harry Potter. Harry, omdat je lid van ons bent, mag je de speciale sluipweg door dat portret gebruiken. Het wachtwoord is licht tegen duister. Waarom doe je niet mee aan onze duelleeruitdaging? Ga maar naar het prikbord als je denkt dat je er klaar voor bent. Trouwens, moet u niet heel snel naar de zwerkbaltraining. Ik hoop toch zo dat Gryffindor dit jaar de zwerkbalcup wint. Even tempo maken, meneer Potter. Een echte zwerkbalkampioen is niet zo slow. Licht tegen het duister. Een zeer goede morgen, Harry. Zeg het alleen niet tegen hen. Hallo, Harry. Waar is iedereen? Ze zijn al aan het oefenen. Mooi. Kun jij me helpen?
helpen met mijn zoekertraining? Dat we een betere verdediging nodig hebben. Die andere teams hebben hele goede wachters. Die luxe hebben wij niet. Ik heb meer vertrouwen in Ron dan in jou, Stoker. Ik geef gewoon wat goed bedoeld advies. Als wachters onder elkaar. Nou, ga maar ergens anders heen met je advies. Je zit niet in het team, Stoker. Hallo, Harry. Ben je klaar voor toverdranken? Ik heb gezocht, maar ik kon niets vinden over gruzielementen in de biep. Nee, ik zat te denken, professor Slakhorn wordt vast erg vrolijk als je een heel goede toverdrank maakt. En dan vertelt hij je misschien wel wat hij voor perkamentus verbergt. Ja. Ja, dat is best een goed plan. Oh nee, Stoker. Vergeleken met hem is Groen een echte heer. Ik zie je bij toverdranken. Hé, hey, Griffel. Griffel. Dus, heeft ze iets met Stoker? Ah, ze zijn samen naar de kerstborrel van Slakhorn geweest, maar dat liep niet echt. Ja? Kom, we gaan achter hem. We gaan naar toverdranken. Kom op, we moeten naar toverdranken. Je moet indruk maken op Slakhorn, toch? Hallo, Potter. Ik ben lid van Zwadderig, de beste duelleerclub van Zwijnstein. Het schijnt dat je aardig kunt duelleren. Daarom sta ik je toe mij uit te dagen voor een duel. Liever niet. We moeten naar toverdranken. Ik vraag het je niet, Pottertje. Ik zeg het je. Paradies! Winnen. Kom maar naar de duelleerclub op de geplaveide binnenplaats voor een echte uitdaging. Waarom zijn zwadderaars zulke slechte verliezers? Kom op, we gaan een toverdranken. MUZIEK
water rondvliegen. Kom naar beneden. Harry, je moet haar zien te lozen, Harry. Ik dacht dat jullie samen iets hadden. Ja, maar alsjeblieft, zeg me dat ik tegen een muur ben gevlogen of zo. Wat is er aan de hand? Iemand heeft iets met mijn boeken uitgehaald. Die krengen blijven maar rondvliegen. Kom naar beneden. Oké, heb je al iets anders geprobeerd dan naar ze te schreeuwen? Wingardium Leviosa bijvoorbeeld? Nee. Was Ronnie Pony maar hier. Die wist er wel wat op. Heb jij hem gezien? Nee. Kijk, als ik je tas betover met Wingardium Leviosa, dan kan ik misschien je boeken vangen. Zeker dat je Ron niet hebt gezien? Nou, ik heb hem wel gezien. Hij was in de waarzeggerijtoren. Wat heeft hij daar nou te zoeken? Hij is gestopt met waarzeggerij. Hij zei dat hij iets belangrijks wilde vragen. Iets over zijn toekomst. Oh, dat gaat vast over ons. Daarom ben ik zo dol op mijn Ronnie Pony. Hij denkt altijd aan ons. Bedankt. Klaar voor toverdranken, Ronnie Pony? Schei uit, man. Snel nu, vooruit. We moeten nog veel doen, te beginnen met tegengiften. Nou, hoe zit het met dit gif hier? Heeft iemand een idee? Juffrouw Griffel, natuurlijk. Daarvoor heb je een ingewikkeld tegengif nodig. Maar je begint met een druppeltje wonderolie. Goed, goed. Harry, mijn jongen, jij nog ideeën? Ja, dat kun je doen. Of je popt gewoon een bezoar in de keel van het slachtoffer. Inderdaad, een bezoar zou zeker goed werken. Uitstekend, jongen, uitstekend. Je moet altijd weten hoe je het effect van je toverdranken weer ongedaan moet maken. En dat brengt ons bij de volgende taak. Het brouwen van een elixir dat euforie opwekt. Dit kan uitbundig zingen en neusknijpen opwekken als je er niet genoeg pepermunt in doet. Munt. Schrompelvijg. Professor, klopt het dat u Martin Vilijn kende? Meneer Vilijn had veel leraren toen hij op Zwijnstein was. Dat weet ik. U bent die vragen over Voldemort vast helemaal zat. En over gruzielementen. Ik heb liever niet dat je daarover begint. Maar ik... Perkamentus heeft je hiertoe aangezet, toch? Niet dan? Ik wil alleen maar meer weten over Martin Vilijn. Je had mij wel zo'n bezoar kunnen geven. Ik moet een goed punt halen voor toverdranken. Ik slijmde een beetje bij Slughorn, zodat ik naar Voldemort kon vragen. Echt? Nou, ik ga wat te eten halen. Onderling wil dat je naar de astronomietoren komt. En waarom zou ze dan iemand van Zwadderich sturen? Ik ben geen boodschappendienst. Ga het dan lekker zelf vragen. Maar de schouwers hebben de astronomietoren afgesloten. Nou, dan zullen ze hem wel weer geopend hebben, denk je niet? Ik zweer plechtig dat ik snode plannen heb. Snode plannen uitgevoerd.
Lezen maakt vrij. Dat is het wachtwoord. Je mag verder. Mooie kop. Jij verkoopt de krant alsof ze gratis zijn. Uitzicht? Oh, te laat. Jij bent de sukkel die iemand komt opzoeken die er niet is. Malfides stuurde die boodschap. Ja, ja. Pak hem! Pak jij hem maar. Expelliarmus! Proberen. Kom maar op, Potter. Vinden. Dat moet je hem niet vertellen, stommeling. Maakt niet uit. Hij komt daar niet meer weg. Toch? Dus Korzel en Kwast vielen je aan. Wat is daar nou zo raar aan? Malfides was er niet bij. Soms is hij niet eens zichtbaar op de sluipwegwijzer. Kijk! Je hebt hem vast gemist. Ik bedoel, hij kan niet zomaar verdwijnen, toch? Misschien heeft Hermelien gelijk. Moet ik Malfides vergeten en me op Slakhorn concentreren? Maar hoe kom ik aan zijn herinnering? Ik weet niet eens wat een gruzielement is. Ron! Mooi is hij, hè? De maan. Ja. Ik kan alleen maar aan haar denken, Harry. Ik hou van haar. Maar ze weet vast niet eens dat ik besta. Nou, jullie lopen anders al maanden te tongen. Tongen? Ik heb nog nooit gezoend met Regina. Regina? Ron, heb je van deze chocolaatjes gegeten? Die zijn van Regina Falster. Ze zitten vol liefdesdrank. Regina, ken je haar, Harry? Kun je me aan haar voorstellen? Ja, ze is in het kantoor van Slakhorn. Ja, daar is ze. Zeker weten. Kom mee. Hoi, Ron. Heb je je huiswerk voor toverdranken gemaakt? Hermelien, jij bent een meisje. Valt me nog mee dat je dat is opgevallen, Ronald. Wat denk je dat Regina liever heeft? Bloemen of bonbons? Let maar niet op hem. Het is liefdesdrank. Ik breng hem naar Slakhorns kantoor. Daar is Regina. Oh, Regina.
Ronnie! Ah, daar ben je. Ik heb een... Laat me met rust. Harry gaat me aan Regina Valster voorstellen. Ronnie Pony? Ik leg het later wel uit. Sorry dat ik u stoor, professor. Ik heb hulp nodig. Waar is ze? Wat is dat toch met Waggel? Wemel, professor. Regina, wat een mooie naam voor een mooie heks. Hij heeft per ongeluk wat liefdesdrank genomen. Ik begrijp het probleem. Kom binnen. Ik heb de benodigde ingrediënten bij me. Het is geen ingewikkeld ingegif. Volgens mij moeten we opschieten. Gelukkig ruikt het niet zo vies als het smaakt. Rustig aan daar, Harry, mijn jongen. Kun je niet wat aan die rook doen, mijn jongen? Snotwortel-extract. Zo dan, mijn jongen. Een drankje tegen de zenuwen. Wat is er gebeurd? Liefdesdrank. Ik voel me echt slecht. Drink maar. En wil jij ook een hartversterkertje, Potter? Ron? Ron! Professor! Help hem! Wat? Wat? Vergiftigd? Is hij vergiftigd? Een bezoar. Goed bedacht. Je hebt Waggels leven gered, mijn jongen. Heb je Hermelien gezien? Oeps. Jammer dat er geen drankje is om Ron met Belinda te helpen. Gelukkig dacht je gisteren aan die bezoar, Harry. Maar goed dat er eentje in de kamer was. Kom, het is bijna tijd voor de wedstrijd tegen Hufflepuff. Ik zie je bij het zwerkbalveld.
hoor dat Wemel op de ziekenzaal ligt. Ja, hij is... Dan heb jij een nieuwe wachter nodig. Ik was de beste tijdens de try-outs, dus dat word ik dan. Ron was de beste bij de try-outs. Maar we moeten het met jou doen. Ha ha ha!
Geweldig. Goed gedaan. Allemaal. Ik zei toch dat ik de beste wachter ben? Ron ligt niet meer lang op de ziekenzaal en dan gaat hij weer op doel. Ja, sorry Stoker. Goed gespeeld, mensen. Vertel me nog eens hoe ik het heb uitgemaakt met Belinda. Begrijp me niet verkeerd. Ik sta te juichen. Ze leek me alleen een beetje humeurig. Herinner je je helemaal niets meer van die avond? Schijt al uit, Ron. Ik kon er niks aan doen. Ik was vergiftigd. Het was vast een bijwerking. Nou, je bent niet de enige die weer beter is. Katja Bell is terug. Ik zag haar in de grote zaal. Nu kunnen we erachter komen wie haar die ketting gaf. Ze kan ons vertellen wie haar vervloekt heeft. Ik moet echt even langs mijn Beatrix. Hoe gaat het, Katja? Wacht even. Ik weet wat je me wilt vragen. Maar ik weet niet wie me vervloekte. Ik probeer het me te herinneren. Maar het lukt niet. Zeg me wat je gedaan hebt, Malfidus. Vertel me wat je van plan bent. Laat me met rust, Potter. Expelliarmus! Snel naar de ziekenzaal. En jij, Potter, waar heb jij die spreuk geleerd? Hij stond in een bibliotheekboek. Leugenaar. Verzamel al je schoolboeken. Al je boeken. En breng ze vervolgens onmiddellijk naar mij. Dus toen heb ik Rons boek aan Snape gegeven. En je hebt een onbekende spreuk tegen Draco gebruikt? Ik bedoelde het niet zo. Hij probeerde me te vervloeken en ik heb... Gewoon... Je moet het boek zien kwijt te raken. En ik weet precies waar je het kunt verstoppen. In de kamer van hoge nood. Als je iets wil verbergen, dan is dat de beste plek. Doe je ogen dicht. Zo. Nu kan niemand het vinden. Harry? Ik heb ook een geheim. En? Hebben jij en Ginny het gedaan? Wat? Het boek verstopt. Oh, ja. Ergens in de kamer van hoge nood. Zelfs ik weet niet waar het is. Nou, dat is maar goed ook.
Ik bedoel, een onbekende spreuk tegen iemand gebruiken. Ik weet het. Nu kun je je tenminste concentreren op je echte missie, die van Perkamentus. Dat is tot nu toe niet echt gelukt, hè? Nee, maar misschien is geluk precies wat ik nodig heb. Het is tijd om te mazzelen. Nou, hoe voel je je? Geweldig. Weet je, ik ga maar eens naar de kassen van kruidenkunde. Je moet Slakhorn zien te vinden, Harry. Rustig maar. Ik weet wat ik doe. Of anders Felix wel. Jij dacht dat je slim was om Draco zo aan te vallen. Hij wilde de Cruciatusvloek tegen me gebruiken. En nu gebruiken wij Paralytus tegen jou. Geloof me, vanavond wil je echt niet met me vechten. Expectans! Paralytus! Paralytus! Hij heeft iets uitgehaald. Ik kan hem niet raken. Ik pak hem wel. De volgende keer heb je minder geluk, Potter. Ik heb geen geluk nodig om jullie te verslaan. Dat is langdradig weekblad. Bij de baard van Merlijn. Die bladeren zijn toch heel kostbaar? Ja, niet dat ik ze zou willen verkopen natuurlijk. Mijn interesse is zuiver wetenschappelijk. Dit exemplaar zou ook niet veel galjoenen opbrengen. Heeft u het al geprobeerd met drakenmest? Denk je dat dat zou werken? Oh ja, ik heb zo'n gevoel van wel. Luiaard hersenen. Thank you.
bovenste borstpanzer van de libel. Zullen we het proberen? Onvoorstelbaar. Ook al zo bedreven in kruidenkunde. Maar je moet niet 's nachts zo ronddwalen, Harry. Eigenlijk wilde ik naar Hagrid wandelen, professor. Och, het spijt me, maar ik kan je niet in je eentje over het schoolterrein laten zwerven. Nou, u mag best met me mee, hoor. Ik wist dat je zou komen rouwen om Aragog. Hij was mijn allerbeste vriend. Aragog? Een reuzenspin. Een acromantula die in het bos woonde. Hij was een vriend van Hagrid. Ook al wilde hij me opeten. Hij wou gewoon lief zijn. Hagrid, ik wil niet ongevoelig lijken, maar acromantula-gif is erg kostbaar. Zou ik een flesje of twee mogen aftappen? Dat ik daarna wat woorden spreek over de overledene. O, Aragog. Ik zal je missen, ouwe reus. Vaarwel, Aragog, koning der arachniden. Dat het je veeloogige nageslacht immer goed mag gaan. Proost op de begrafenis van een vriend. Mijn innige deelneming, Hagrid. Opa, Aragog. Weet u waarom ik het heb overleefd? De nacht dat Voldemort mijn ouders doodde. Oh, stil nou, mijn jongen. Jouw moeder, oh, zij was een van mijn absolute favorieten. Ze offerde zichzelf op voor mij. Voor iedereen. Professor, ik wil u graag iets vertellen. Het is waar. Ik ben de uitverkorene. Alleen ik kan Voldemort doden. Maar daarvoor heb ik uw herinnering nodig. Ik heb hem nodig, zodat mijn moeders opoffering niet voor niets is geweest. Hier, denk niet te slecht over me. Je weet niet hoe hij was. Zelfs toen al. Ik denk dat Perkament als je wel wilt spreken. Kijk eens wie we daar hebben. Hier heb ik geen tijd voor. Waar dacht jij heen te gaan? Paralytis! Expelliarmus! Je betaalt, Potter. Malfidus zit straks gewoon naast zijn suffe vader in Azkaban. Professor, ik heb hem. Ik heb Slughorn's herinnering. Wat een fantastisch nieuws. Ik wist wel dat je het kon. Harry, snel. Een beetje opschieten, Maarten. Nu, eindelijk, zullen we het weten. Gruzilementen? Dat is heel gevaarlijke materie, Maarten. Om ze te maken moet je je ziel splijten en daarvoor moet je moorden. Moord scheurt een ziel aan stukken. Het is al onnatuurlijk om dat één keer te overwegen, maar 7 keer? Dus Hildebrand vertelde Martin over gruzilementen. Een gruzilement is een voorwerp waarin iemand een deel van zijn ziel verbergt. Zolang het gruzilement bestaat, kan die persoon niet sterven. Denkt u dat het Voldemort is gelukt? Dat hij een gruzilement heeft gemaakt? Dat is hem zeker gelukt. En wel meer dan eens. Hij maakte er 7? Hij scheurde zijn ziel in 7 stukken. Maar 1 stuk is in hem gebleven. En de andere 6? Nou ja, in je 2e jaar ben je al een gruzilement tegengekomen. Het dagboek van Martin Villijn. En ik heb er nog 1 gevonden. Deze ring. Heeft u zo uw hand verwond? Daar was u dus mee bezig. U zocht naar de gruzilementen. Ja, Harry.
En ik denk dat ik misschien de derde heb gevonden. Als de tijd rijp is, moet je me helpen hem te vernietigen. En Snape wil je laten nablijven? Ah, nee! Hij weet dat het de beslissende wedstrijd is. Jij moet in mijn plaats vliegen. Daan kan je vervangen als jager. Roddelen terwijl je bij mijn kantoor zou moeten wachten, Potter. Dat kost Gryffindor 10 punten. Waarom? Ik ben niet te laat. Ik ben niet te laat, professor. U hoeft me echt geen professor te noemen, hoor. Ik zou denken dat je wel genoeg was gestraft na het incident met Draco Malfidus. Wil je nog eens nablijven? 20 punten aftrek voor Gryffindor. En nu naar mijn kantoor. Gryffindor moet het maar zonder de uitverkorenen doen. Arme Gryffindors. Dat wordt de 4e plaats bij de Zwerkbalcup. Win die wedstrijd, Ginny. Win de cup voor Gryffindor. Waar is Harry? Snape laat hem nablijven. Dus vlieg ik vandaag als zoeker. Mooi. Als we deze wedstrijd winnen, kunnen we de beker winnen. Dat heb ik Harry ook beloofd. We gaan die beker gewoon winnen. Stop met zeuren en kijk op het prikbord welke warming-up Harry heeft bedacht. Goed, we gaan het zo aanpakken. Thank you.
voor deze geweldige prestatie. Vertel, hoe ging het? We hebben gewonnen. Hoe was het nablijven? Oh, ik moest rotte flubberwormen uitzoeken van Snape. Nou, feliciteer de rest van het team van me, wil je? Dat mag je lekker zelf doen. Dat gaat niet. Perkamentus wil dat ik naar de astronomietoren kom. Ik denk dat hij me meeneemt om te zoeken naar een gezillement. Kanonnen! Voorzichtig, man! Op zijn briefje stond ook dat ik eerst wiggeweldrank moet maken. Ik ga naar de toverdrankclub om het te maken. Tot straks! Drank? Oh, dat is een moeilijke. Mag ik kijken hoe jij hem maakt? Succes. Salamanderbloed. Van de koraalduivel. Heb je je nooit gerealiseerd dat je te veel van me vraagt? Is het nooit in die briljante geest van je opgekomen dat ik dit niet meer wil doen? Ik ga hier niet over in discussie, Severus. Je hebt ermee ingestemd. Er valt niets meer te bespreken.
vriend. Het is tijd om het gruzelement te halen. De plek waar we heen gaan is extreem gevaarlijk. Maar ik heb beloofd dat je met me mee mocht. Er is wel één voorwaarde. Je moet al mijn bevelen opvolgen zonder vragen te stellen. Ja, professor. Begrijp je wat ik zeg? Als ik zeg dat je moet rennen, je verbergen of me moet achterlaten, dan doe je dat. Geef me je woord, Harry. Je woord. Ik beloof het. Zeg, ben je klaar om deze gevaarlijke missie te ondernemen? Hoe komen we daar, professor? De verschijnselen. Dit is de plek. Martin Villein stond hier als jongen. Jaren later kwam hij terug. Onder een andere naam. Nu moeten we de hindernissen van heer Voldemort omzeilen. Professor, er liggen lijken in het water. Daar moeten we ons nu niet druk over maken. Maar Harry, raak het water niet aan. Denkt u dat het gruzelement daar is? Jazeker. De vloeistof moet worden opgedronken. Weet je nog onder welke voorwaarden je mee mocht? Wat deze drank ook met me doet. Dwing me om door te drinken. Maar professor... Je hebt je woord gegeven, Harry. Vooruit. Proost. Professor! U mag niet stoppen, professor. U moet blijven drinken. Dwing me niet. Laat het ophouden. Alsjeblieft, ophouden. Het houdt alleen op als u drinkt. Alsjeblieft. Nog één. Nog maar één, professor. Water. Water.
Naar de ziekenzaal, professor. I cannot move my fingers. Hello. Nee, ik moet naar professor Snape. Snel, Harry. Verstop je beneden. Laat je niet zien wat er ook gebeurt. Professor. Doe wat ik zeg, Harry. Je bent geen moordenaar, Draco. Hoe weet u dat? Ik heb dingen gedaan die u zouden schokken. Zoals Katja Bell vervloeken. Er zijn hier dooddoeners! Ik repareerde de verdwijnkast in de kamer van hoge nood om ze binnen te laten. Dat had u zeker niet verwacht, hè? Expelliarmus! Goed zo, Draco. Maar ik waarschuw je. Moorden is nog veel moeilijker. Kijk eens, wie we daar hebben. Perkamentus, zonder toverstok en alleen. Door Draco. Hij heeft er het lef niet voor. De heer van het duister was duidelijk. De jongen moet het doen. Nee, Severus, doe. Avada Kedavra. Snape! I'm having a tap. Weg hier, snel. Het is voorbij. Wegwezen. Laat hem. Sorry about my sudden panic attack. Pergamentus is dood. Dood. Hoe durf jij mijn
eigen spreuken tegen me te gebruiken, Potter. Ja, ik ben de halfbloedprins. Hagrid! Alles goed, Harry. Geen zorgen. Er is niks wat Perkamentus niet weer in orde kan maken. Hagrid, Perkamentus. Wat moet dat met dat duistere teken? En wie is er dood? Waar is Perkamentus, Harry? Waar is Perkamentus? We zouden morgen de Zwijnstein-express kunnen laten komen. En Perkamentus' begrafenis dan? U mag de leerlingen niet naar huis sturen. Ze hebben het recht om afscheid te nemen. Het was Snape. Het was dus toch Snape. En ik deed niets. Een raar idee. Dat dit een stuk van Voldemort's ziel is. Ja. Alleen, dat is het niet. Hij is niet echt. Er zat een briefje in. Iemand heeft de echte gestolen en die moet ik nu vinden. Ik moet afmaken wat Perkamentus begon. Wij moeten het afmaken. Je denkt toch niet dat je al die gruzelementen in je eentje kunt vinden? Denk je dat we ooit nog terugkomen op Zwijnstein? Geen idee. Maar er zijn nog 4 gruzelementen zoeken en ik ga ze allemaal vernietigen. En ik hoop voor Severus Snape dat ik hem onderweg niet tegenkom.